In Vught vond deze dagen de internationale Jamboree on the Air plaats. 3 dagen lang legden scouts, zoals die van Jeep in Vught, over de hele wereld contact met elkaar via zendapparatuur. En dat in een tijd dat je toch snel en efficiënt ook kunt communiceren per e-mail, Skype, WhatsApp enzovoort. Waarom dan toch nog langs deze weg met elkaar communiceren? Jeep nam deel met het grootste zendstation van Nederland, zodat het contact tot in Australië en Nieuw-Zeeland zou kunnen reiken. Bart Meesters dook voor LTV Live in de wereld van scouting, jamboree en zendamateurs. Ja, Echo, Foxtrot, Romeo. Moet de leiding weggaan voordat jullie eerlijk durven te zijn? Nee. Ik ben niet zo creatief, dus het is niet echt iets voor mij. We gaan liever altijd bulldoggen. Ja, buiten dingen doen, dat vinden we leuk. Ja, of weerwolven. Ja. Papa Alpha 3, Echo, Foxtrot, Romeo, stroke Jamboree, Jamboree Air, on the Air Station, QSL. Kim en Linda, wat gaan jullie vandaag aan doen bij de scouting? We doen mee aan de JOTA en dan gaan we contact leggen met andere scoutings hier in de omgeving. En dat gebeurt ook achter ons en dat was het. Ja, is het alleen hier in de omgeving of is het heel de wereld? Het is over heel de wereld. Dit is binnenland in dit lokaal, maar in het andere lokaal ga je in het buitenland contact leggen. Ja, met wie hebben jullie vandaag allemaal al contact gehad? Wij hebben net contact gehad met Eindhoven en ook al met Tilburg. En ja, dat was heel gezellig en veel gelachen. Jamboree calling CQ and bye for a call. Ja, is het nou niet een beetje ouderwet, zo op deze manier communiceren in de tijd van Facebook, MSN, Twitter, we hebben allemaal nog meer, WhatsApp, SMS? Ja, ik dacht eerst ook wel van ja, je kan ook gewoon Skype aan doen of zo en dan heb je ook gewoon iemand uit Zeeland of zo. Maar toen dacht ik wel, dit is toch wel speciaal. Het is nou, normaal mag je niet on-air zeg maar nou wel derde weekend van oktober mag dat. Dat is wel speciaal. Nou, misschien wel een beetje ouderwets, maar dat is juist de uitdaging om het weer een keer op een andere manier te doen. En ook te laten zien dat er andere mogelijkheden zijn nog. Ik bedoel, dat je niet alleen maar afhankelijk hoeft te zijn van internet. Dat vind ik dan wel weer, dat is de uitdaging om een paar draadjes op te hangen tussen de bomen of tussen een paar masten. En daarmee kom je de hele wereld over zonder dat je een abonnement nodig hebt of wat dan ook. Maar je kan gewoon praten met een onbekende. Je weet ook niet wie je aan de lijn krijgt. En dat vind ik juist de hele charme ervan. Ja, hoe ver kom je nou uiteindelijk? We hopen dus in ieder geval nog richting Amerika of die kant op te gaan. Maar dat weet je nooit van tevoren hoe ver je gaat halen. Hangt af van heel veel factoren. Dus kunnen we morgenmiddag pas zeker weten. Speelt het weer daar ook een rol in? Het weer en daarbuiten zelfs nog iets groter. De invloed van de zon verschilt weer per jaar. En dat kan heel erg verschillend zijn. Dus dat is heel moeilijk van tevoren te voorspellen. Ja, wat is nou het verste wat jullie de afgelopen jaren gehaald hebben? Ik denk Zuid-Afrika, Brazilië, Japan. Die kant op. Dat is denk ik ongeveer wel het verste wat we ooit bereikt hebben. Kijk, hier toch? In de hoek. We zijn druk bezig. Kinderen leren veel over communicatie. En dat is toch een belangrijke factor. Ook voor later. Ja, want hoe wordt deze dag genoemd? De JOTA, oftewel Jamboree on the Air. Het is wereldwijd, maar voor de kleinere groepen is het gewoon nationaal. En voor de grotere groepen en de oudere scouts, die doen het natuurlijk internationaal. Want dan hebben ze meer talen waarin ze meester zijn. Nou, dat zijn ze die hier zitten, Thomas. Kijk eens aan. Goedemiddag Inge, Aafke, Luc, Lotte, Stan en Jelle. En dan gaan we hier maar even een vergelijkbaar rondje maken. En dan weten in ieder geval we aan beide zijden van de lijn met wie we te maken hebben. Dan ga ik hier rechts beginnen. Wil jij ook even jezelf voorstellen en vertellen hoe oud je bent? Ja, de JOTA is gewoon eigenlijk een soort bijeenkomst. Je hebt hem ook gewoon fysiek. Dat betekent dat je namelijk gewoon met z'n allen spelletjes doet en eten. Alles samen, al die activiteiten die gebeuren dan samen en gewoon op het land. Maar hetzelfde kun je doen on the air. En daarom hebben ze dus JOTA van gemaakt. Dit is overigens de 55ste keer in Nederland. En ja, dat is dus gewoon communicatie. Oftewel, je kunt spelletjes spelen, je kunt zelf dingen verzinnen, een potje zeeslag. Dat kan allemaal. En dat is natuurlijk geweldig. Zeker als jij in Nederland zit en de anderen zitten in Australië, bij wijze van spreken.
Dus ja, dat is gewoon een van de leukere dingen. We hebben scoutengroepen in Nederland gehad. Met name in de andere ruimte was dat. De set met die set hier achter mij hebben we met name scoutengroepen gehad. Nou, zeg maar buiten Europa. Tot in Canada aan toe. Hartstikke leuk. Een scoutengroep in Algerije. Even uit mijn hoofd. En een Engelse scoutinggroep. Die hebben daar ook bijzondere calls tegen aangeplakt. Dus die herken je makkelijk op de band. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En het leuke was ook, was een scoutinggroep in Duitsland. En dan denk je van, nou, die kinderen op die leeftijd spreken nog geen Duits. Maar er was toch een jongen bij die ook Duits kon. En ja, die praatte gewoon terug. Dat was wel grappig. Ja, waar wordt er dan zoal over gesproken? Eigenlijk tijdens Jota mag je alles bespreken. Je mag zelfs zingen. Terwijl buiten de Jota zou dat als een piratenstation gezien worden. Maar je mag zingen, maar je mag ook spelletjes doen met elkaar. Dus je praat eigenlijk over alle algemene zaken. Zomerkampervaringen, het weer. Wat zie je als je hier buiten loopt? Wat heb je vanmorgen al gedaan? Wat zijn bouwpakketjes? Hoe ga je daarmee om? En dat soort zaken worden allemaal besproken. Ja, veel voorbereidingen voorafgaand aan deze dag? Ja, dat wel. Zeker weten. We hebben alles moeten regelen. Ik bedoel, het was niet makkelijk om alle zendapparatuur op te zetten en alles klaar te krijgen en geregeld. De organisatie ervan. Zorgen dat er genoeg kinderen kwamen. Alles moest geregeld worden. Want we hadden in feite nog niks. Dus ja, het was echt flink aanpakken. Dan zag ik buiten ook een paar enorme masten. Die staan hier, neem ik aan, niet heel het jaar. Nee, dat klopt. Die hebben ze inderdaad opgezet. Met hulp van onze Roans. Dus nee, dat is echt, de hoogste is geloof ik 24 meter. Dus ja, dat is echt enorm. Daar wil je boven niet zitten. Hij is nou niet een beetje ouderwets in de tijd van Twitter, Facebook, WhatsApp. Ja, dat zou je verwachten. Dat mensen een hele andere focus hebben. Zeker met een internetaansluiting thuis. En trouwens, op elke smartphone zit een internetaansluiting. En toch trekt dit ook nog. Dat je eigenlijk met een draad die in de lucht hangt. Dat zag ik vanmiddag met het Canadese station. Eigenlijk met simpele middelen, een radio op de tafel en een stuk draad in de lucht, dat je toch naar Canada een verbinding kunt maken. Dat, ook bij de jeugd is dat gewoon weer interessant dat zomaar kan. En dat vinden ze leuk om te doen. Dat je eigenlijk met weinig middelen toch de wereld kunt bereiken.